Wie gaat er in maart volgend jaar met deze felbegeerde gouden giraf vandoor? Dat beslist de jury. Zij bepalen welk bedrijfsevenement het meest effectief of het meest creatief was. Ook bepalen zij het beste charity event van 2008. Vandaag, hier in het Amrouth Hotel, komt de jury voor het eerst bijeen. Welkom heten bij deze eerste jurybijeenkomst voor de Gouden Giraffe 2009. En ik ga jullie nu het komende ongeveer half uur wat meer informatie geven over de Gouden Giraffe en de jurering voor het komende jaar. Zijn we al bij het punt aangekomen van de nieuwe juryleden? Ze stellen zich nu aan elkaar voor en dat doen ze omdat er twee nieuwe juryleden bij zijn. Carmen, senior event manager bij de Royal Bank of Scotland. Het gaat aan bij Creatief. Marielle Noeren van Riaalverzekeringen. Zij zal aanschuiven bij de jury effectief. Is jullie ook verteld hoeveel werk er precies in gaat zitten? Nou, dat is me niet verteld. Maar ik verwacht wel zoiets. En ik vind het ook wel leuk om dat te doen. Ik heb daar ook ruimte voor ingepland thuis. En ook op mijn werk. Dus ik vind het prima. Oké, en jij? Wist jij dat er behoorlijk wat uurtjes werk in gaat zitten? Nee, maar nu wel. En dat doe ik graag. In de categorie vermakelijke evenementen. In de categorie zakelijke evenementen. We hebben toch als organisatie en als jury gemerkt dat met name er wat verwarring ontstond bij het inzenden voor de categorieën vermakelijk en zakelijk. En de nieuwe namen die dekken de lading beter. Zakelijk is geworden effectief en vermakelijk is creatief. Bij effectief draait het dus om rendement, het resultaat, wat je erop in hebt gestopt, komt dat er ook uit. En bij creatief blijven we nog steeds kijken naar de C van concept, creativiteit en communicatie. Het afgelopen jaar hadden we meer dan 60 cases, een recordaantal. Maar dat kan en dat moet veel beter. Overstelp daarom de jury met uw nieuwste en beste inzendingen. En overtuig ze waarom u deze felbegeerde gouden giraf verdient.